Het geeft het centrum van Zaandam toch een heel ander aanzien. Dat zeggen Zaandammers die hier een aantal jaren zijn geweest ook zelf. Maar ook van buiten komt er heel veel positieve reactie tot zelfs gebouwen die internationaal in de pers komen. Dus ik denk dat wij hier iets heel moois realiseren. Dat moois is in Verdan. Een complete vernieuwing van het hart van Zaandam. In Verdan is ons gebiedsontwikkelingsproject voor het centrum van Zaandam. Waarbij het centrum een gedaanteverwisseling ondergaat. En waarbij zowel commercieel als maatschappelijk vastgoed wordt toegevoegd. En u moet dan denken aan ruim 2000 woningen, ongeveer 60.000 vierkante meter kantoorruimte. Een bioscoop, een parkeergarage, brede scholen, dat soort zaken. Zo'n omvangrijke aanpak gaat niet zonder slag of stoot. Nou, het is hier een buitengewoon verdicht gebied, dus dat geeft al op zich extra kansen, maar ook problemen in de zin van zowel ruimtelijk, het moet allemaal passen, als ook qua planning. Dus dat is best wel ingewikkeld en dat vraagt ook dat het een speciale aandacht krijgt in de vorm van een programma bestuurlijk. En qua wetgeving kan dat natuurlijk ook ingewikkeld zijn dat die projecten goede afbakeningen moeten hebben. Die procedures anderzijds ook heel helder moeten zijn. Nou, natuurlijk hoop je een goed resultaat en dat begint gelukkig ook steeds meer vorm te krijgen. Dat ook onderscheidend is. Veel winkelcentra lijken heel erg op elkaar. En hiervan kun je zeggen dat het zowel onderscheidend als ook streek-eigen is. Het centrum van Zaandam staat al vol met architectonische pareltjes. Nou, kijk maar achter me zou ik haast zeggen. De geveltjes in zowel blauwe als groene kleur hier van het Waterland en de Zaanstreek, die zijn heel erg goed herkenbaar. In Verdan is al jaren in ontwikkeling. Veranderende wetgeving wordt dan een probleem. Net als de houdbaarheid van de diverse onderzoeken. Het is nu nog vaak zo dat als je, zoals bij gebiedsontwikkelingen wel eens gebeurt, te maken krijgt met vertraging in een project, dat sommige onderzoeken die zijn gedaan hun houdbaarheid hebben verloren. Terwijl er eigenlijk materieel niet echt aanleiding toe is. Hè. Dan zijn termijnen verlopen en dan moet alles weer overnieuw. Dat houdt op. Daar zou je nog eens naar kunnen kijken van of dat geen goede zaak zou zijn dat die onderzoeken een langere houdbaarheid hebben. Dus niet alleen een lange adem is van belang, het bestuur van de stad moet er ook volledig voor gaan. Verder denk ik dat het van belang is dat je als bestuur ook visie en vasthoudendheid vertoont. Omdat dit zijn zaken die vele jaren in beslag nemen en dan moet je ook wel duidelijk weten waar je heen wilt. En ook vasthouden aan de kwaliteit van het plan. Je moet plannen hebben die voldoende kwaliteit hebben en dan komt het goed, is mijn overtuiging.